Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu voor een stemverklaring. Voorzitter, een korte stemverklaring over motie nummer 2096 van de VVD en de PvdA. Die vraagt om salafisten te weren bij AZC's die ronselen. Ronselaars met een fout doel moet je aanpakken, oppakken en vervolgen. Laat daar geen misverstand over bestaan. In een democratische rechtsstaat echter is het zo dat we niet een hele groep over dezelfde kam scheren. We zetten niet een hele groep op het verdachte bankje zonder dat de groep iets fout heeft gedaan. Deze motie spreekt over salafisten zonder enige nuance. Ze scheert een hele groep over één kam en straft een hele groep. Voorzitter, wij zullen tegen deze motie stemmen omdat dit een gevaarlijke weg vrijbaant. Het doet ons denken aan een bladzijde uit onze geschiedenis waar we in dit huis liever niet over spreken. Nee, meneer Kuzum. U mag niet uitlokken, u mag aangeven waarom u tegenstemt. Maar wij stemmen tegen deze motie, voorzitter, omdat het ons doet denken aan een pagina uit onze geschiedenis. Nee, meneer Kuzum. Waarbij... Dank u wel. Dit is ook een onderdeel van de stemverklaring, voorzitter. Dit is ook een reden waarom wij tegen deze motie stemmen. Ja, het doet ons denken aan een pagina uitdagen. Om onze geschiedenis, waarbij we voor onze voorzieningen ook geen bordjes moeten neerzetten met verboden voor salafisten. Dank u Daar wel. Gaat het om. Wij stemmen tegen deze motie. En als aanvulling daarop, omdat ik het een belangrijke motie vind, wil ik graag ook een hoofdelijke stemming over deze. Ja. Dan gaan we nu... Mevrouw Kuiken. Hou hem aan. Gaan we nu niet doen. Dank u wel.